Kan jij je voorstellen dat GVVV vindt dat jullie in de zadel zijn geholpen door de scheidsrechter? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik vind dat we gezien... Ja, kijk, ten eerste is het zo dat het zijn twee ploegen die natuurlijk... Ze hebben 1 punt uit 3 wedstrijden, wij 0 punt uit 3 wedstrijden. Dus het was wel een beladen wedstrijd met best wel veel spanning. Mochten allebei niet verliezen. Maar ik denk gezien heel het spelbeeld en de spelopvatting en de kansen die we gehad hebben... Ja, dat we gewoon verdiend hadden om te winnen. En zeker GVVV niet. Maar, zegt GVVV, de rode kaart voor Ten Hartog is onterecht, want die doet niks. En GVVV zegt ook, en daar hebben ze een punt, want dat zag ik ook vanaf de tribune. In de aanval waar jullie de strafschop uit krijgen, klemt Robert Olijfveld de bal tussen twee benen op de rand van de 16. Die aanval loopt door omdat de scheidsrechter die overtreding van Olijfveld niet affluit. En daarna krijgen jullie de strafschop. Daar heeft GVVV wel een punt, vind ik. Ja, dat zou kunnen, maar we hebben voldoende kansen gehad om GVVV te vloeren. Dus wat dat betreft, dat kan altijd gebeuren. Ik vind ook dat we de eerste helft scoren na 5 minuten schitterende goal. Ik weet niet of die buitenspel was, maar die was echt eentje uit het boekje. Een punt verloren, of 2 punten verloren of eentje gewonnen? 2 punten verloren. Biedt dit voor jou aanknopingspunten voor de komende weken, meer dan wat de afgelopen wedstrijden gedaan hebben? Nee, maar elke wedstrijd, of het nou Barendrecht was of AFC, eerste helft of Sparta vorige week, elke wedstrijd biedt aanknopingspunten. En met name deze wedstrijd zeker. De strijd die we geleverd hebben, het proactief voetballen, we hebben passie getoond, we hebben plezier getoond. En we hebben de mensen, de interactie met het publiek was leuk, want die zagen dat wij ook tot op het gaatje gingen. En die gingen er volledig achter staan. Dus op zich was het aan twee kanten gewoon wel een hele serieuze wedstrijd, waar van beide teams heel veel gevraagd werd. En ik vind, ja, oké, ik kan leven met een punt, maar ik ben toch wel erg ongelukkig eigenlijk. Dankjewel, Willem. Graag gedaan.